Dames en heren, en welkom terug bij Ark Survival Evolved op de Scorched Earth Map. Oh my days. Mijn settings staan weer een beetje lager, maar nou loopt hij in ieder geval super. Maar hij liep zo bagger. Het zag er super vet uit, maar hij liep zo bagger. Ik heb toch liever dat hij goed loopt. Vandaag gaan wij eens even een keer wat anders proberen. Dit gaat hopelijk onze eerste... Oh yeah, oké. Oh, damn it, dat had ik niet moeten doen. Ik had moeten voorkomen om daarin te komen. Ik ben ook meteen dehydrated of dat er wat mee te maken heeft. Geen idee. Gauw alles erop schieten, want hij vliegt straks echt knijterhard weg, Sander. Oh. Oh, wauw. Hij wordt bloody. Ga neer. Ga gewoon neer, ding. Ik weet dat deze dingen graag... Oh, hij is neer. Oh, hij is neer. Een level 36. Een Limantria. Oftewel, een moth. Oh, my days. We hebben... Oh, ik heb hier natuurlijk narcoberries. Of, Mechelberries bij mij. Houd er rekening mee, dames en heren. Wij hebben de taming asociaal ver omhoog gegooid. En hier... hebben wij een lekker beetje water bij ons. Super gaaf. Dit ding, ik weet niet. Hij wil nog niet echt eten. Hij is wel bijna dood. Hij is echt bijna dood. Hij heeft nog 32 HP over. Oh, de torpedo gaat niet super snel. Maar het voet gaat traag. Oh my days. Hij is nog maar 16 voet kwijt of zo. 15 voet is hij nog maar kwijt. Wauw. Dat gaat traag, maar wat hebben wij een schrik. Hier op de Scorched Earth map. Female, Kelly Mimers, level 120. Oké, die gaan we nooit kunnen temmen. Wij willen heel graag zo'n moth, want dan kunnen wij vliegen. Volgens mij zijn het niet al te goede flyers. Zo kijkende naar de statistieken heeft hij praktisch nul stamina. En bijna nul weight. Hij zou mij op dit moment waarschijnlijk niet eens kunnen tillen. We gaan even kijken, want we hebben de taming effectiveness erg omhoog gegooid. Dus ik hoop dat dit enigszins snel gaat. Hij gaat nou zo zijn eerste besje eten als het goed is. Ga eten. Oh my days. Zelfs nu duurt dit nog heel erg extreem lang. Hebben we nog iets van plant species X-seeds of iets anders wat we kunnen voeren? Oké, hier niet. Wij farmen wel even wat. Wij wachten deze team hier even af, want dit is niet het allerveiligste gebied waarop dat wij momenteel hopen. En nadat ze getemd is, dan zijn wij weer terug bij jullie. Oh, mijn whip is al gebroken. En daar zijn we weer. Dames en heren, wij zijn niet makkelijk afgeleid. Nee, helemaal niet. Hier loopt een direwolf. Level unknown. Level 44. Oké. Laat hem gauw voorrammen, terwijl hij nog aan het vechten is. Ik weet niet, voor mij heb ik mijn bola gemist en ik heb honger. Oh, hij is nog aan het matten met die Moralitops. En ik raak zijn kont helemaal vol met mijn kortingspijlen. Oh, die Moralitops, het lijk is weg. Volgens mij staat hij nog vast door de bola. Wow, je bent aan het matten met een dinges. Saber-tooth. De wolf zit in zijn runaway mechanic. Ik raag daar nog een paar pijltjes in. Die wolf zijn we geen zadel voor nodig, dames en heren. Daarvoor wil ik die wel graag als tem hebben. Hebben we prime meat? Nog niet. Gaan we ons best doen? Gaan we altijd. We hebben nou in ieder geval de wolven hier. Deze Moralitops, die gaan we eens even harvesten. Oké, 72 height. Jij hebt die saber-tooth. Ik ren gauw terug naar onze Limantria. Wauw, al die nieuwe namen, dames en heren. Even kijken of het hier nog veilig is. Ja, het is hier nog veilig. Hij is halverwege met temmen. Dat gaat nog even duren. Doordat wij de team zo omhoog hebben gegooid, dan is hij geen narcotics nodig. Normaal denk ik dat hij wel narcoberries nodig is. Is ook geen probleem, want wij hebben Ria bij ons. En Ria is goed in het harvesten van berries. Ik denk dat wij die wolf hier even nokje gaan houden totdat hij hongerig genoeg is. Dan killen wij die Paracaritarium als ik die wolf weer kan vinden. Oh, hier, boven de metal. Nice. Hij is nog unconscious. Het is een male direwolf, level 44. I know, low level. Maar oh my days, wij zijn fatsoenlijke dino's nodig, dames en heren. En dit lijkt mij fatsoenlijk genoeg. Wij gaan dit even wachten. En ik weet niet waarom, maar mijn tekstjes die van Ria, die laden weer niet in. Van andere dino's wel, maar van Ria weer niet. Sometimes arc. Maar doe maar, het is een super gave spel om te spelen. Wij gaan eventjes wachten. En dan zijn wij zo weer terug bij jullie.
Daar zijn we weer, dames en heren. Wij zijn in een taming spree. Ik hoop dat ik die mod nog kan raken. Maar eigenlijk zijn wij van plan om die ook nog even nokkie te gaan maken. Als die nog even weer van plan is te gaan landen. Hij is een level 67, zei hij, Sam? Ja. Oké, okay, yeah. Kom maar vast tegen die muur. Misschien kan ik je dan hitten, want hitten is niet mijn sterkste vak. Ik heb niet zo heel veel bolasses meegenomen. Oh my days, hij wil nog niet erg gaan landen. Maar wel hebben we het eraan toe om die Perker Terry maar te vallen. En ik denk dat we Ria er gewoon als eerste op insturen. Oh nee, Ria die doet die knockback, hè? Zullen we gewoon ja. kijken of we hem dood kunnen schieten? Nou, dat moet wel lukken toch? Kunnen we Ria er altijd nog maar insturen, ja? Ja. Ik ben al aan het aanvallen. Hij ziet er namelijk erg uit alsof hij vast zit. Zat. Oké, okay, zat. Dat is zat. Neem een aanval zat. Ria, kom. Oh, hij wordt al bloody. Dus dit gaat ons lukken. Dit gaat ons lukken. Denk eraan nou niet met je hatchet, maar met je pickaxe. Want straks krijgen wij niet genoeg prime meat. Oké? Okay? Ja. Hij is naast mij geland. Oh, wauw. Oh, wauw. Ik ging in zijn body. Ik heb maar 1, 2... Ik heb er 3. 3 waren zes, nodig. 6, 8. Oh, nice. Moet wel alles tegelijk erin, hè? Ja, ja. Prime, ik gooi mijn vierde nu in. Exact. Ik ook. Nice. Oh, wauw. Dat ging goed getimed. Boom. Dire Wolf. Oh, wauw. Change name. Wauw, ik kan niet change name doen. Change name. Oh, dat is beter. Deze rie nemen wij naar Sander zijn wolfje. Oh, moet ik het wel goed typen. Naar Sander zijn wolfje in onze normal arc gameplay. En dit is Dolfje. Oh wauw, Dolfje kun je mij tillen? Dolfje kan mij tillen. Oeh, we hebben een killer. En hoe gaat het met onze Limantria? Als die nog leeft. Ook die is getamed, dames en heren. Ook die is getamed. Ik denk wel dat mijn wolfje een beetje gewoon eten wil hebben. Een beetje hide mag je hebben. We hadden erg veel problemen met hide. Maar nu wij een wolf hebben. Oh my days, hebben we daar geen problemen mee. En een Limantria. Limantria is ook getemd. Equip a saddle to ride. Kunnen we die al maken, dames en heren? Ik ben inmiddels een insane hoog level. Zullen we eens even weer door de engrams heen bladeren. Wat kunnen wij maken? Een Limantria saddle. Wij kunnen een Mantis saddle maken. En een Thorny Dragon saddle. Oh, wauw. Oké, okay, ik heb alle saddles geleerd. En we kunnen een chainsaw maken. Maar zover zijn we nog niet in de tech tree. In ieder geval hebben we iets dat misschien ooit eens zou kunnen gaan vliegen. Met een 252 stamina en 210 weight kunnen we er niet zo heel erg veel mee. Ik denk dat wij ons Limantria even weg gaan brengen. En dan gaan wij weer op exploration uit. Op zoek naar een plek waar wij onze definitieve basis willen gaan bouwen. En we hebben een wolfje. Super, super blij mee, dames en heren. Wij zijn weer terug bij jullie tegen die tijd dat er weer wat grappigs gebeurt. Wat ligt erbij, ja. Oh mijn god. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Oh mijn god, wat on earth is dat? Een golem, een rock golem. Hij gooit stenen. Holy days. We waren op zoek naar nog een wolf voor Sander. En dat ding, dat kwam uit de grond. Oh mijn god. Ik had een hartverzakking. Hij gooide eerst de steen en daarvoor is Dolfje zo verschrikkelijk bloody. Wat doet dat ding? Een damage. Niet normaal. En kijk er eens naar. Kijk er eens naar. Natuurlijk heb ik mijn instellingen laag en lijkt het een beetje derpy. Maar hey, wolf achter jou. Ja, ik weet het. Die probeer ik mee te trekken. Welk level is die? 16. Never mind. Die is echt too low. Oh, pelt. Nice. Die rockkolom is weer in de grond, denk ik. Oh my days. Wij schokken ons helemaal kapot, dames en heren. Helemaal kapot. Ik ben nog ergens vergeten te zeggen, maar hier staat de difficulty op max. Dus dat is 4. Max level is dus ook 120, wat of dat hier mogelijk is. Oh my days, ik moet even Dolfje healen, man. Hij is echt gewoon half dood. Misschien toch nog een paar puntjes HP erbij. Oké. Okay. Ik ben terug naar 1000 HP. Een groene zaal, wat anders. Een groene? Ik ga ze level checken. Ik ga ze level checken. 32. 32? Is kinda low. Kunnen we ervoor gaan?
Nou, vreet gewoon af. Ik wil het zeggen, opeten. 44 is al laag, man, op deze wolfjes. Ik ben steeds de hele tijd dood. Bijna dood. Oké, die is ook dood. Ik vreet hem op voor de hide. Oh, ons hide probleem is gewoon opgelost. Gewoon opgelost. Oh mijn god, die rockkolen. Wat schok ik mij daar kapot van. Overigens, ik denk dat ik in de buurt ben van level 55. Zullen we eens even checken. Ik ben level 54. Oeh, kunnen we bijna Archie's tamen. Zullen we eens kijken hierboven op de mountain, Sander? Ja, soms. Oh, pas op, Tony Drekken. Welk level is die? Ik zie ook een Tapajara daar op de mountain. Ik wil zo graag een Spyglass. Ah, twee Tony Drekkens. Zal ik gewoon eens schieten? Volgens mij gaan die dingen echt heel snel knockie. Ja, ik ben in gevecht met een Scorpion. Die sloop ik eerst. Oké, sloop jij die Scorpion maar. Ik ga schieten op die Tony Drekken. Oh, mis? Serieus? Hebben die dingen bugged hitbox of zo? Ik weet dat ik niet goed ben in schieten, maar dat had volgens mij allemaal raak moeten zijn. Oh, schapjes achter jou aan. Oh, oeh, wauw. Yoria killt een vulture. Huh? Wauw, bak op. Dames en heren, jullie zien mij ook schieten. Oké, dat was een hit. Dat was een hit op die Tony Drekken. Au, au, wauw. Nog eens een hit op die Tony Drekken. Die Dodek is boos op mij of op die Tony Drekken? Op mij, zo te zien. Oh my days, oh my days. Heb jij zijn level inmiddels kunnen zien van die Tony Drekken? Oh, die is aan het matten met die Dodek. Of met jou? Ik heb geen idee, maar hij heeft wel een weird hitbox. Oh, hij is Nocky. Die moet low level zijn. Level 12. Ik moet pas wel tussen me kiezen. Kan. Dat is gaaf. Laten we hem gewoon eens tamen, joh. Laten we gewoon eens kijken. Laten we gewoon eens kijken. Maar met er. Tony Drekken. Vinden later wel een hoger level. Eens even kijken. Hoe snel tempt hij met gewoon meat? Als dat te lang duurt, dan never mind. Dan killen we hem. Het is een vrouwtje. Het is slechts sowieso eitjes. Waarschijnlijk voor kibbel waarvan wij nog niet weten wat. Oké, laten we maar even kijken. We komen zo meteen wel even terug. Even sneak peek. Iets verder op de mountain. Want dit ziet er natuurlijk al wel meteen erg gevaarlijk uit als wij beginnen met een Tony Drekken in onze nek. Er liep hier volgens mij nog één. Ik weet niet of die dingen agressief zijn of... Hier lopen er nog twee. En nog een groene saber. Het is hier wel een beetje dangerous, denk ik. En ik denk dat... Oh nee, dat is een metal. Ik dacht een rock column. Oh my god. Oh, een beetje laggy. Denk ik. Yep. In één keer staat er een Ria naast mij. Oh, en schorpioenen. En die saber. Oh my deze. Ik denk dat die saber zo wel naar ons toe komt, man. Oh, wat is dit heerlijk, man. Het weer bang zijn. Het weer dood kunnen gaan. Oh my deze. Dit is echt wel heel en heel erg gaaf. En deze heeft nog steeds niet gegeten. Oh wauw, hij is nog maar 40 voet kwijt. Dus hij zou zo een keertje moeten eten. Moeten we even kijken hoe ver of dat hij tempt met gewoon meat. Als dat te lang duurt, dan killen we hem gewoon. Ja, dat gaan we doen. Nog 6 voet. Nog 5, 4, 3, 2, 1, eet. Ding, kom op. Doe maar, je mag eten. Laat me gewoon liggen. Denk ik? Ja. Ja, we gaan het gewoon zien, joh. We gaan het gewoon zien. Als die getemd wordt, wordt getemd. We gaan het gewoon zien. Laat me mooi liggen. Het is mij begonnen. Ik moet deze schorpioen nog opeten. Daar loopt nog een schorpioen. Oh yeah, al de kite in. Geef mij al de kite in. Oké, level 8. Level 8. Oeh, yeah. Oh yeah. Oké, die is opgegeten. Toch wil ik nog steeds graag naar boven. Zal ik eens kijken of ik die saber kan poelen? Het zal gaaf wezen. Zonder dat ik die Tony Drekkens poel. Oh, die Tapajara. Oh. Ik weet niet welke van de twee. Oh, geen van de twee. Weird. Erg weird. Ik snap niet hoe ik die morele taps wel kon raken op zo'n afstand. Want dit is toch echt wel helder op dichterbij en ik kan niks hitten, man. Oké, okay, ik heb C begeerd. Welk level is die?
Hij gaat naar jou. Ja, hij gaat naar jou. Welk level is die? 68. Wacht even, wacht even. Hij zit vast. Hij zit vast. Laten we hem neerschieten, joh. 68 is lekker, lekker leveltje. Oh, je hebt al een pijl in zijn hazes. Ja. Oh, wauw. Hij is super bloody. Oh, echt super, super bloody. Oh, nee, joh. Niet met dat ding. Die doet nog meer damage dan dat die torpo doet. Oei. Oh, my days. Ik probeer nog één pijl. Ah, oh, field tame. Field at the tame. Ah, kom maar, Dolfje, eten we hem op. Oh, dat weer is neutral. Lijkt me wel handig. In ieder geval wat hide. Er loopt nog die schorpioen, die is daar naar rechts gelopen. Oh, ik wil zo graag die berg op. Wij gaan hier nog even verder prutsen, dames en heren. Ik check nog heel even bij die Tony Drek en hoe ver of dit die inmiddels is. Of dat al wat opschiet. Ik denk het eigenlijk niet. En dan moet je Tony Drek en toch echt wel gewoon met Prime Meat. Prime Meat thema. We gaan het zien. We laten hem gewoon liggen. Het is mij wel goed. Zullen we Tony Drek eens hier gewoon even killen? Ja, is goed. Oké, stuur onze tank er maar in. Onze watertank is een tank. Holy day. Woordspeling. Oh. Die valt jou aan. Oké, level 20. Daar voel ik me nog niet schuldig over om te killen. Die is dood. Oeh, het is druk daar. Ik zie twee Tony Dragons en nog een saber. Hadden we nog maar een spyglass? Oh my days. Dames en heren, wij zijn zo weer terug bij jullie. En daar zijn we weer. Dames en heren, de strijd bovenop de berg hebben wij vrij snel op moeten geven. Helaas zijn wij... Wie zijn we inmiddels allemaal verloren? Ria. Ria zijn we inmiddels ook verloren. Wij verliezen nogal eens wat dino's. Nee, who cares? Oké. Passive. Even afstappen, passive. Ik wil niet hebben dat ze iets doen. Oké. Hier loopt, naar mijn mening, een level 100 Sabertooth. Kom, 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 kom. Hit. Oeh, hit. Oh, eerste try, hit. Is dit mijn... Oh, dit zijn mijn tranks. Dit is de level 100. Rustig schieten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Oh, oh wauw, we moeten echt rustig aan doen. Laat die narcotics er maar even inzinken. Ik heb weer bola's. Ze aggroet dan toch op mij. Ik sta voor haar. Ze aggroet niet op mij. Ze is in de runaway mechanic. Oh, die mis ik finaal. Oh my god. Ik durf niet nog één te schieten, oké. Okay. Oh, 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 nog één, nog één, nog één. Level 8. Oh, kun jij die level 8 killen? Ik ga achter die level 100 aan. Denk ja, ik. Is goed. Oh, die is dood. Dolfje komt achter je aan. Ja, ja, heb ik op follow gezet. Oh. Kom hier, level 100. Kom hier. Oké, okay, bola. Oké, okay, nog maar één pijltje erbij. Geen headshot, contshot. Holy damn. Conshot. Oh, damn. Ga gewoon knockie, chick. Ga knockie. Oh, damn. Ze is zo bloody. Ze is zo verschrikkelijk bloody. Holy damn. Oh. Ik durf niet nog in te schieten, joh. Ze is los. Ze is los. Ga je ook knockie dan? Ga je ook knockie? Oh, wow. Ze is verschrikkelijk. Verschrikkelijk bloody. Wow. Dit moet je toch lukken met een crossbow? Holy damn, ze is echt heel erg bloody. Oh oh, you are hot. We staan hier ook echt gewoon midden... Oh, wauw, kijk weer door Sander heen. Het is een beetje desync van server client, denk ik. Oh, mis. Oh, knockie! Wauw, wauw. Check alive. 73,3 HP over. Wauw, 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 dames en heren. Dat is heel en heel en heel erg weinig.
Ik zie daar verderop nog een terrorbeurt. Dat moeten we wel redden. We hebben Jerry overigens bij ons. We hebben Jerry en Dolfje, dus we zijn hier best wel secure. Het enige nadeel is dat wij weer niet slim genoeg zijn geweest om een tent te maken. Wat zijn we nodig voor een tent? Tent, hier. Silk, wood, hide, fiber, thatch. En dat is te doen. Hide heb ik wel bij me. Moeten we even het stukje die kant op, gaan we het silk farmen. Maar ik denk wel dat wij hier een tent nodig gaan zijn. Ik weet niet helemaal hoe lang of dat deze tame zal duren. Nogmaals, wij hebben de taming spul vrij hoog staan. Een level 100 en dan gaan we prime meat. Oh, wauw. Oh, dat is direwolf. Dat moeten wij niet hebben. Wat is dit? Sabertooth. Even gauw opzoeken. Sabertooth. Level 100. Dat duurt maar 9 minuten als wij raw prime meat hebben. Oh, wauw. En ze wordt pas na een uur wakker. Oh, wauw. Oh, dat is super, super vet. 2870. Oh, wauw. Misschien moeten we gewoon op zoek naar Prime Meat, denk ik. Ja, ga ook doen. Het duurt maar 9 minuten. Dan gaan we ook echt geen tijd verspillen aan de tent. Ik zie Imperacaritarium. Met een direwolf tussen ons in. Neutral, Dolfje. Gewoon neutral. Eet die tijd er maar niet aan op. Goed zo. Harvest voor chitin. Dat zijn we vast nog nodig. Maar als wij straks enigszins zadels willen maken, zijn wij chitin nodig. Hoeveel prime meat zei ik nog dat we nodig waren? 9 volgens mij. 9. 5. Oké. 9 minuten, 5 prime meat. Welk level ben jij, Wolf? 16. Oké. Je bent mijn hapje. Jou eet ik op. Boom. Leveltje. Melee damage. Ik ga eens even checken welk level die Paracaritarium is. Heb je Barry ook mee? Barry? Ja. Barry? Nee, wie is Barry? Jerry. Jerry? Oh, je bedoelt mijn Jerboa? Ja, die heb ik bij me. Paracaritarium is mijn level 12. Ik ga het gewoon proberen met de wolf. Oeh, wauw. Oeh, wauw, die dingen zijn sterk, man. Oh, we hadden een pike moeten maken. Volgens mij is een pike effectiever in het oogsten van prime meat. Oké, hij is dood. Hij is dood. Braaf. Passive, voordat hij hem weer opeet. 6. Ik hoop dat dit er gewoon 5 geeft. Raw, 2 keer, 4 keer, 5 keer. Houd het op bij 5. Het houdt op bij 5. Nee, oh, wauw. Oké, ik heb er sowieso 7 raw prime meat nou. 6, oh wauw, genoeg. We hebben genoeg raw prime meat. Dat vergaat over 8 minuten en volgens mij komt dat dus perfect, perfect uit. Kan ik jou nog weer vinden hier in deze woesternij? Terrorbeurt. Oh echt, eet hem op. Eet hem op, hij mag onze saber niet hitten. Oh, dat was logisch. Hij is erop. Ik kan jullie nog niet erg... Oh, hier, ik liep vlak bij jullie. Oh, damn, ik heb die raw prime meat in mijn inventory gehouden. Oh, damn, dat had ik niet moeten doen. Oh, nee, het vergaat te snel. Oh, damn. Het vergaat allemaal voordat hij het op kan eten. Oh, damn, nou verpruts ik in ieder geval iets van de taming effectiveness. Damn. Dat kan gebeuren. We hebben toch geen tijd meer om nou nog raw prime meat te farmen. Nou, misschien wel. Hij is nog maar halverwege. Ik ga nog gauw even kijken of ik nog wat kan vinden om op te vreten voor raw prime meat, dames en heren. En dan zijn we weer terug bij jullie tegen die tijd dat hij het toe heeft om bij onze pack te gaan horen. En daar zijn we weer, dames en heren. Ondanks dat ik het verprutst heb, is ze toch nog level 149 geworden. En dat is eigenlijk het hoogste wat ze had kunnen worden met prime meat. Dus ik was op tijd met de volgende prime meat er nog weer in te gooien. Super gaaf, ze heeft 950 HP, maar al bijna 300% melee damage. Wij gaan nog heel even een stukje terug, want aangezien wij onze Ria en Jasper verloren zijn, heb ik nog heel even levels gecheckt terwijl ik prime meat aan het farmen was. Van nieuwe Jasper en Ria. Van nieuwe kamelen. Want wij zijn kamelen nodig. Al is het voor het water. Al is het voor de bestjes farmen. Eén van de twee. Hier is Jasper en Ria. En nog een Ria. Aan het met van alles en nog wat. Oké, Sebe staat op passive. Waar zijn ze mee aan het matten? Oh, met een terrorbeurt. 1 terrorbeurt. Maar deze oranje kameel. Die zou ik heel
heel graag willen temmen. Aangezien die level 72 is. Oh, leveltje erbij. Helemaal goed, Dolfje. Helemaal goed. Oh, wauw. Die terrorbeur doet een damage. Volgens mij is die terrorbeur hoog level. Maar ik kan heel moeilijk alleen de terrorbeur aanvallen. Oké. Oh, wauw. Ze vallen ons nou aan. Laten we ons uit de voeten maken. Uit de voeten maken. Kom. Go. Komt de kat ook mee? Oh, ja. Wauw, die dingen zijn even snel als ik. Oh, zou je anders een pijltje kunnen schieten op ze, Sander? Ja. Als ik in de buurt kom. Ik probeer rondjes om je heen te rennen. Tenminste, ik probeer hier rondjes te rennen. Oh, daar loop jij. Gaan ze nou over op jou of niet? Ja. Oké. No props, no props. Is dit mijn narcs? Nee, dit zijn mijn narcs. Oh, hij is aan het vluchten. Staat Dolfje nog op follow bij mij? Alles had op follow. Nice. Oh, wauw. Ik ga dit ding nooit outrunnen, man. Dolfje, kom hier. Kom hier. Oh my damn, kan ik hem weer niet mounten vanaf de voorkant? Oh, wat doen we ook in de woestijn, man? Oh, het is hier heet. Het ziet er hier lelijk uit. Hij gaat vanzelf daar wel weer vast komen te zitten. Doen ze allemaal. Hoop ik. Of zal deze nou gewoon echt rechtstreeks de vulkaan inlopen? Of de ravijn inlopen? Oh, wauw. Hier ziet het er echt wel weer heel erg blurry uit. En ik zie daar een mot met knaloranje vleugels, jongen. Knaloranje. Kan ik hier echt niet tegenop? Ark. Had je enig idee dat je een golem op je dak had? Ja, die gooit wat sneeuw. Die zit er de hele tijd al. Het is die kolom die mij net al heeft verrast. Oh, die knaloranje vleugelmat is onze eigen mat. Oh, wauw. Hij loopt gewoon naast ons huis nu, joh. Hij loopt naast ons huis. En mijn frames zijn heel shit. Dus jij kunt me niet bijhouden, denk ik. Ik ben bij je. Oh, dan snap ik niet waarom mijn frames zo crap zijn. Heel erg crap. Oh my god, Ark. Ik heb echt een hekel aan je. We gaan het gewoon proberen. Hij is low HP, maar we gaan het gewoon proberen. Oh, wauw. Die miste ik het finaal. Snap ik, hè? Als je, ja, maar, oh, moet je beginnen met een headshot. Als je begint met een headshot, dan heb je al een hele grote voorsprong. Oké. Zo blijven staan, dan blijft hij vastzitten. Probeer een headshot te maken. En rustig schieten, anders gaat hij dood. Rustig. We moeten kalm schieten. Oh, wauw. Dames en heren, deze aflevering is al heel lang. Wij gaan proberen dit ding nog een keer te krijgen. En dan gaan we kijken of dat gelukt is of niet. Daar zijn we weer, dames en heren. De Morrelotops is Nokki. Dat gaan we deze aflevering helaas niet meer redden. Dat gaat nog een half uur duren en de aflevering duurt al verschrikkelijk lang. Dolfje, onze held, die staat hier nog steeds op wacht. En dit, wat wordt dit? Een Jasper of Ria? Wat wordt dit eigenlijk? Dit wordt een Jasper! Oké, super gaaf. Jasper 2.0. En hier hebben we natuurlijk onze Sabertooth met... bijna een KHP en bijna 300% melee damage. Dan gaan we je zadel op beuken. Dames en heren. Ik wil jullie weer super bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Wij hebben weer enorm veel genoten van het maken van de aflevering. Als jullie het leuk hebben gevonden, geef me even de duimpje omhoog. Als jullie op de hoogte willen blijven van mijn gewone arc. Of van deze arc Survival Evolved op de Scorched Earth Expansion Pack DLC Map. Hoe of dat het ook maar heet. Abonneer dan even op het kanaal. Dames en heren, zoals ik altijd zeg. Tot de volgende keer. Appetje ho.